We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Tijdens de avond en nacht blijft het kustgebied overwegend droog, maar zal het binnenland nog enkele buien krijgen. Aan het eind van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan. Morgenochtend wordt het lokaal tijdelijk bewolkt, soms met een regenbui. In de middaguren kunnen er perioden zijn met buien, soms met onweer. De Meteorologische Dienst heeft voor morgen geen waarschuwingen uitgebracht. En tot zover de lokale informatie in het ATV-journaal.